Officieel is een familiebedrijf pas vanaf de tweede generatie, had ik begrepen. Maar ik zie ons wel als een familiebedrijf. Ook al zijn Dionte en ik de enige familieleden die aan het hoofd staan van de bakkerij. Nee, onze kinderen werken ook mee bij ons in het bedrijf. En natuurlijk niet fulltime, maar wel als bijbaantje. Ik moet eerlijk zeggen, dat geeft me altijd wel een warm gevoel hoor. Dat ik soms in een winkel drink of een bekerscafé binnenkom. Of er bij mij door een bakkerij binnenkomt en ik zie onze kinderen meewerken aan onze droom in ons bedrijf. Dus dat geeft een heel bijzonder gevoel.